Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Hey, welkom terug bij CineTech. Vandaag duiken we in een film die heter is dan een rechtszaal op een zomerse dag. The Goldman Case. Deze film uit 2024, geregisseerd door de briljante Cedric Kahn, neemt ons mee terug naar de turbulente jaren 70, om een van de meest controversiële processen in de Franse geschiedenis bij te wonen. Blijf kijken om alles te weten te komen over het drama, de intriges en een paar verrassende details die je echt niet wil missen. En als je ooit hebt afgevraagd hoe een politieke storm kan losbarsten in een rechtszaal, dan is deze film echt iets voor jou. Son reproché sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. In The Goldman Case worden we meegenomen naar 1975, waar Pierre Goldman, een vurige revolutionair gespeeld door Arie Wortholder, wordt beschuldigd van meerdere misdaden, waaronder twee gruwelijke moorden. De rechtszaal wordt het toneel van een intens drama dat de politieke en sociale onrust van Frankrijk in die tijd weerspiegelt. Terwijl het proces zich ontvouwt, doen dat ook de ideologische en raciale verdeeldheid van het land, wat ons een plek op de eerste rij geeft bij een spektakel dat net zo spannend als diepzinnig is. En als je denkt dat rechtszaaldrama's alleen maar om orde in de rechtszaal draaien, nou, denk dan nog maar eens na. Deze komt met een vleugje radicale politiek en onverwachte wendingen. Homicide volontaire sur le pharmacienne. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Laten we het eens over de acteursprestaties hebben. Arie Wortholder brengt een vurige intensiteit naar Pierre Goldman en vangt de essentie van een man die gevangen zit tussen zijn idealen en zijn demonen. Arthur Harari en Stefan Guirintini vullen de cast aan met krachtige vertolkingen die de spanning van de rechtszaal tot leven brengen. Wist je dat Wortholder ooit in een romcom zat? Dat is nog eens een veelzijdigheid. Het is alsof je favoriete barista ineens een revolutie in de rechtszaal verdedigt. Dat is nog eens casting magie. Et pour vous, il est innocent. Ne vous posez pas la question. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Cédric Kahn is geen onbekende als het gaat om meeslepende drama's en met The Goldman Case bewijst hij opnieuw waarom hij een meester is in het creëren van spanning. Bekend van films zoals Roberto Succo en Red Lights, brengt Kahn een nauwlettend oog naar elke frame, waardoor je het gewicht van elk moment voelt. Denk aan hem als de Hitchcock van het historische misdaaddrama, maar dan met een vleugje Franse flair en misschien iets minder doordringend. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros! Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Bereid je voor op een film die je vanaf de openingsscène vastgrijpt en niet meer loslaat. Met een tempo dat net zo strak is als het slotpleidooi in een rechtszaal, wisselt de sfeer van gespannen naar ronduit zenuwslopend. Je zult jezelf betrappen op het vragen stellen, sympathiseren en misschien zelfs je vuist naar het scherm schudden. Dit is niet zomaar een juridisch drama, het is een psychologische duik in de menselijke conditie, tegen de achtergrond van het Frankrijk van de jaren 70. En geloof me, er zijn genoeg onverwachte momenten om je op het puntje van je stoel te houden. Dus wat zijn jouw voorspellingen? Laat het me weten in de reacties hieronder. Wie is schuldig en wie is onschuldig? Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Voor wie raden we de Goldman Case aan? Moet je hem zien?
Absoluut. Als je houdt van intense rechtszaaldrama's, historische intriges en een beetje morele dubbelzinnigheid, dan is deze film iets voor jou. De acteerprestaties zijn indrukwekkend, de regie is scherp en het verhaal voelt nog steeds heel relevant in de huidige wereld. Maar wees gewaarschuwd, het is geen lichte kost. Deze film is voor degenen die graag nadenken, debatteren en misschien wel hun popcorn willen gooien uit frustratie. Vergeet niet deze video te liken, delen en je te abonneren voor meer reviews die het drama rechtstreeks naar je scherm brengen. En hey, druk op dat belletje, want je wilt niet missen wat we hierna voor je in petto hebben. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits! Tous les droits! Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.